Ik moet zeggen, ik had gisteren even genoeg tv gezien. Dus ik heb even pas later. Ik heb even. Bij Harry Mens heb ik. Ja, die vind ik, ja, die vind ik zo goed. Ja, die vind ik zo goed. Die kan niks. En toch zit hij op tv. Dat is toch heerlijk? Dat had hij zelf, hè? Ja, ja, dat is heerlijk. Maar hij leest het voor. Hij kan echt helemaal niks. Nee. Nou, hij leest een vraag voor. Hij kan wel dochters verwekken overal, hoor. Ja, maar hij leest een vraag voor en dan geeft ze iemand antwoord. Hij heeft er wel een paar lopen. En dan zegt hij, nou bedankt. Ja. En dan gaat hij door. En dan gaat hij door gewoon. Harry Mens? Wie is Harry Mens? Wie is Harry Mens? Wie is Harry Mens? Ja, dat ken ik toch wel. Iedereen in Nederland kent Harry Iedereen Mens. Kent Harry Mens. Ja. Maar Harry stelt vragen, die stelt niemand anders. Dat is echt uniek. Nou. Dus er vertelt iemand, mijn huis staat in de fik en zegt... ik lees hier dat je hobby's hebt. Gaat van over iets aan. Nee, dat is echt geweldig. Dat, Harry is de enige interviewer ter wereld die niet luistert naar de antwoorden. Ja. Oh. Ja, is goed dan. Maar ook structureel, hè? Niet één keer. Je kan alles tegen hem zeggen. Dan lijkt je toch al veel op een mok, zeg. Ja. John van Geen uit Apeldoorn wil van jou weten of je nog wel eens naar Harry Mens kijkt. Mans, Harry Mens. Iedere avond, meestal mijn zondag staat als volle gepland. Ik zet dan het saunaatje aan en dan ga ik even in de sauna. Ochtends al? Nee, half twaalf s'avonds. En dan ben ik uit, dus kom ik uit de sauna, dan pak ik een whiskytje en dan, ja, dan is mijn weekend, dat de kers op de taart is Harry Mens. Gewoon het hoogte. Ja, dat is de kers op de taart, omdat het is zo kult. Het is zo kult. Dan zit daar een man. Die betaalt daar 15.000 of 20.000 euro om te mogen zitten. En die doet dan iedere week de wijn van de week. Ja. En dan zet hij hem neer. Dan zegt hij, nou Harry, dat is een wijn uit Haiti. En prima afdronken heeft hij. En dan gaat Harry... Heerlijk. Ja. Maar hij kan niet zeggen kut. Nee. Want dan komt die vent nooit meer voor betaalt die 20.000 euro natuurlijk. Nee. Ja. Naar een park. En dan krijg je dit soort gesprekjes. Ja, dat is ook geweldig dit. Ja, inderdaad. Het is een prachtige locatie. We zitten hier midden in het Plankenwambuis. Een prachtige natuur, grenzend aan de Hoge Veluwe. Een prachtige locatie, hè? Midden in het bos. Ja, fantastische locatie. Zoals we hier prachtig in deze natuur staan, is uniek. Een prachtige zandverstuiving met fantastische flora en fauna. Ja, prachtige vogeltjes die je hier de hele dag hoort fluiten. Dus we hebben een prachtige horeca, de houtzagerij. We hebben prachtige natuuraccommodaties. Daarnaast hebben we natuurlijk de prachtige natuurvoorzieningen zoals het Krullenmullen. En we hebben ook prachtige buitenspeelfaciliteiten. Een prachtige zonverstuiving. Ja. En ook prachtige vogels die fluiten. Ja. Wat een onzin is dat, hè? Dat is zo'n onzin. En dat heeft de partij geld gekost. Ja, ook goed man dit. Ja. We hebben ook prachtige vogels die fluiten. Ja. Willem, goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Voor ik het vergeet, je moet een groet hebben van Hans Kraai. Die zit met zijn vrouw een weekendje hier in Huis de Duin. Heb je iets met die Hans Kraai? Nee, nee. Nee? Nee, hartstikke leuk. Doet hem de groeten terug straks, als je hem ziet. Oh, erg mager. Ja. Maar dit liep nog aardig, vind ik nog. Dit ging nog. Voor Harry Mensen begrippen. Was dit een hele goede opening. Ja. Ja, 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 ja. Maar daarna stagneerde het, begrijp ik. Ah, man. Hij luistert niet, Harry. Want hij dat eyescan, weet je, dat kan je ogen laten doen. Maar hij moet ook voor dat hoorcomfort moet hij eens nemen. Daar als sponsor. Dan kan hij zijn hoortjes eens laten nakijken. Hij luistert niet, nee. Harry. Even een moeilijk gesprekje. Ja, moeilijk gesprekje. Wij zeggen in de voetbalterm, dat zijn twee moordenaars. Daar heb je bijna geen kans tegen. Wat type van Hanegem vroeger. Nou, het is, wat zit je nou te zaniken, Harry? Ja, dat wil ik net gaan vertellen. Waar ga je gewoon? Ja, nee, nou ben ik weer... Je gaat me godverdikke elke keer in de war brengen, Harry. Dat is toch een beleid van de... Had jij het willen doen eigenlijk, zoals wat de advocaat nu doet? Nee, want dat is mijn club. Feyenoord is gewoon mijn club, maar het zijn niet mijn mensen. Een advocaat heeft eigenlijk niks geen Feyenoord bloed in zich. Maar weet je nou wat ik zeg? Ja. Wat dan? Nou, wat je net zei. Dus je weet Nee, begrijp ik. Nee, wat zei ik. Waar het druk is, kan je niet presteren. Nee. Je hebt toch druk nodig om goed te presteren, of niet? En dan hebben ze het hier over verdedigen. Congolo is kritiek op Van Bronckhorstbeu. Je hoort nog geen eens wat ik zeg. Jawel. Utrecht, Feyenoord. Utrecht. Nee, die wint Feyenoord. Nee, Utrecht. Ja, nee. Nee. Maar Utrecht. Nee, dat, ik vind het ook. Dat, nou, ik ben klaar met je. Ik ben helemaal klaar met je nu. En ik zal... Dit is nou weer een bewijs dat je eigenlijk... Ik wil elke keer iets uitleggen aan je. Ja, maar de tijd is om. Op een gegeven moment gaat het steeds beter. De tijd is om. Maar je luistert godverdikke helemaal. De tijd is om. Ja,
Oh, dat vind ik zo goed. Top, die Harry zit ook de hele tijd te kijken. Alsof die, wie is die vrouw? Ik heb weer ontstaan, denk ik bij zichzelf. Dan ga je toch juist om met de kwaliteiten van de speler? Ik zit nou bij hem. Ik heb het gevoel dat ik bij Harry Mens zit. Jullie luisteren niet. Wat ik ook niet begrijp, Willem. Vitesse, Sparta, die wint niet van Vitesse. Nee. En een week later spelen ze de sterren van de hemel en verslaan ze Feyenoord. Hoe kan dat nou? Nee, een week eerder. Nee, een week later. Nee, een week eerder verliezen ze van Sparta. En daarna krijgen ze met 5-0 een draai in de oren van Vitesse. Je hebt allemaal kranten. Heb je dadertje op elkaar ingegooid. Heb ik dat weer? Nee, dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Nee, als je zoveel van het papier voor je hebt, dan weet je het op een gegeven moment. Zie je de bomen in het bos. Nee, je hebt ongelijk, want hier, dit is de krant van 2 maart. Eerst spelen ze tegen Sparta en die verliezen ze met 1-0. Ja, die verliezen ze, ja. En dan zeg ik daarna, gaan ze voetballen. Nee, je draaide het even. Nee, niet waar. Ik zei het goed. Nou, ga het maar uitzoeken straks. Nou, goddomme. Heb jij zelden mensen gewoon 45 seconden zo langs elkaar heen zien praten? Ja, maar ook niet voor de eerste keer natuurlijk. Nee, dat is anderhalf uur lang dit. Ja, maar zou je er zelf niet een keer willen zitten bij Harry? Nee, het is 8:30 's ochtends. Oh. Dat vind ik heel erg vroeg. Maar dat wordt toch een dagje erop genomen? Ja, op zaterdag. Maar misschien dat hij daarom al zo een beetje verstrooid is. Omdat het zo vroeg is. Maar die kan hij beter zijn programma's naar 's middags. Dat hij een beetje uit kan slapen. Maar dit is voor mij het absolute hoogtepunt van de zondagnacht. Weet je wel. Gisteren ook zat Willem er. Dus hij zegt tegen Willem, hey Willem, dat boek van Cruijff van Egmond, dat... Waarop Willem zegt, nee, dat was van Egmond niet. Nee, van Cruijff, van Vegmond, van Cruijff. Nee, zegt Willem, dat was het boek van Grijp. Nee, nu is het boek van Cruijff. Waarop Willem zegt, ja, maar dat is Jaap de Groot. Oh. Dan ben je al 3 minuten weg. Ja. Dan zit je gewoon al 3 minuten te kijken. En dan zitten ze totaal tegen elkaar gewoon. Dit is een waanzinnig programma. Ja, maar er ging iets over rode en gele kaarten. Ging er iets mis, toch? Ja, alles ging mis weer. Ja. Ja, alles ging mis. Ja, bij Harry gaat altijd alles mis. Maar ik vind het nog het leukst als er dan weer zo'n vent is die dan een wijntje meegenomen heeft en daarvoor betaalt. En dat Harry dit maakt. Lekker zacht. Dat vind ik zo goed. Dat doet hij goed, ja. Heeft hij gewoon zijn 10 ruggen voor? Ja, hij heeft 10 ruggen voor betaald om daar te zitten met dat wijntje. Nee, nou, die hebben we niet. Maar laten we even naar de kaarten kijken van Harry en Willem. Wat was er nou met een speler die kreeg een derde rode kaart... en dat wat hij zelf voor aangewend om een wedstrijd over te slaan of zo? Hoe was dat nou? Nee, je hebt geel. Ja, dat weet ik. En rood. Ja. Nee, wat je zegt, een derde rode kaart. Nee, die derde geel gezien. En dan rood. Ja, maar dat is wel een groot verschil, Harry. Ik versprak me even, Willem. Oké, sorry. Nou, dat gebeurt je nooit, dus ik neem het je ook niet kwalijk. Nee. Dus dames en heren, het was 3 keer geel en dan rood. Nee, het was 2 keer... En dan rood. Ja. Jongens, zomaar besluiten met lang zal ze leven dan voor die Willem. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hippie wiep, hey! Hippie wiep, hey! Hippie wiep, hey! Nou, Willem... Alleen daarom... Je zult hoe vaak zou die Harry op een dag horen als hij iets zegt ergens... Heeft u gedronken? Ja. Want het is net alsof hij lam is, terwijl hij misschien alleen koffie opneemt. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Nou, even naar het grote werk. Ik vond het zo'n mooie foto van die Raiola. Dat is een boefie. Ik vind het een mooie gozer. Raiola tart Ajax. Wat moet je nou denken van zo'n man? Ja, maar die man heeft toch gelijk, of niet? Nou ja, hij verdient honderden miljoenen inmiddels. Ja, nou, is dat erg? Nee, maar dat mag voor mij. Nee, maar Cluijff heeft zijn hele opleiding bij Ajax gehad. Nou, en? Gratis. Dan wordt Ajax, die wordt er toch ook beter van, nou, of niet? Nauwelijks, want hij heeft nog maar 1 jaar te gaan. Dus met andere... Ja, dan moeten ze toch een transferbedrag betalen. En ja, dan elke keer hoog. Als hij... Jij zit elke keer, als ik het uiterlijk zit te leggen, kom jij met het tegendeel. Nou, ik denk zelf, als iemand nog een jaar te voetballen heeft... Ja, en als ik dan kan zeggen, dan moet hij er betalen. Dat is als hij transfervrij is, dan hoeven ze niet veel te betalen. Okay. Maar nu moeten ze gewoon het transferbedrag betalen. En daarom willen ze hem altijd verkopen. En dan die Erik ten Hag, die man die kijkt zo zielig. Ja, maar nu weet je het nog niet. Kijk, ik weet het wel hoor, ik onthoud het wel. Moet ik het nog een keer herhalen? Ja. Van die 3 jaar, 1,5 miljoen. Ik zou zeggen 1 jaar, maar jij zou 3 jaar. Ja.
Maar nee, je weet het, geef het niet. Ga maar verder. Ga maar nou niet in de maling zitten nemen. Ik ga jou in de maling nemen, Harry. Kom op. Maar ik voel me toch een beetje in de maling genomen. Nee, jij hoeft niet bang te zijn dat ik hem in de maling neem. Het enige wat we moet doen is... Als je die kans krijgt, neem ik jou wel in de maling. Je moet gewoon goed luisteren. Dat is het meest belangrijke. Ja, en toen belandde ik in de prostitutie. Waar deed je dat? Prostitueer. Ja, maar waar? Achter het raam. Ja, in Groningen. Nee, in Groningen. In Groningen. Ja. Ja. Dit is echt een studentenstad. Ja. Wat is er van die vriend terechtgekomen uiteindelijk? Nou, hij zit op het moment in de bak. Ja, ja. Ga je op bezoek af en toe? Nee hoor. Is de liefde een beetje over? Is achter. Is ex. Nee, ik ben absoluut geen slachtoffer. Ja, ik, dat zie je ook niet naar uit. Wat ik hieruit heb geleerd is... Ik ben heel sterk geworden. Ik spreek 7 talen. De rechter maakte ooit een opmerking van... jullie brengen zoveel drugs het land binnen. Jullie maken massaal mensen kapot. Ja. 7 talen? Dan ben je gaat over die 7 talen door. Een wereldster. Ja. Ja. Kun je toch overal terecht? Nou... Kan ik bij solliciteren? Ik begrijp nu hoe jij interviewt, Harry. Dit is echt business class, dit onderwerp, ja. Nee, maar 7 talen. Ja, nee, dat is geweldig, inderdaad. Harry had het alleen maar over die 7 talen. En Harry zat naar die borsten te kijken, natuurlijk. Die wordt de verliefd, hè? En die hoorde alleen maar dit onder die tafel. Gisteren was het weer de ultieme afsluiting voor mij van de zondagnacht. En Harry denkt wel eens dat hij een combinatie is van tussen Hans Steeuwen en Theo Maassen. Maar ja. Dat is natuurlijk niet waar. Nee. Dat is een denkfout. Dus ja. Op het moment dat Harry leuk gaat doen, dan denk ik, ja, weet je, dat kan je beter niet doen. Dat heb ik nu, gaat hij doen. Om laten voorkomen dat latere generaties niet meer weten wie jij bent... heb ik begrepen dat ze wilden een straat naar je vernoemen. Hier staat in het Algemeen Dagblad... een Van Hanegemstraat, waar wachten ze op in Breskens? Johan Derksen, zo'n klein steegje. Kunnen we daar plassen? Ja, nou, kunnen we daar plassen? Johan die kan wel een... die komt wel een aanmerking voor een steegje. Ja. Voor een steegje. Ja. En Gijp? Nee. Gijp geen straat, hè? Nee. Heeft hij nooit gewerkt? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, Gijp, je hebt nooit gewerkt. Nee. Geen straat. Geen steeg. Helemaal niks, hè? Ja, zo lacht die Gijp ook. Ik zal je dat ook niet doen. He? Gijp? Kijk, het leuke van Harry Mens is die onnozele kop. Ja. Waar hij niks aan kan doen. Nee. Dat is leuk, dat onnozele hoofdje van hem met die rare vraagjes. Maar als hij grappen gaat doen, dan haak ik af. Dus ik ben afgehaakt. Echt waar? Ja, ik ben afgehaakt. Bij Harry? Bij Harry, ik kijk niet meer nu. Ja, nog één keer. Maar dan moet hij wel weer met dat onnozele hoofd op tv komen. Ja. Maar Harry moet het houden bij het stellen van vreselijke domme vragen. Dat kan niet, toch? Dat is zijn specialiteit. Dat kan niet goed. Dat kan hij heel goed. En er komen er nu 2. Let op. Ja? Daar gaan we. Waarom in Breskens, Willem? Ik dacht dat ik daar geboren was. Ja. Oké, het boek zelf, Ben. Waar kunnen we dat kopen? In de boekwinkel. Waar kunnen we dit boek kopen? Dat is toch geweldig, of niet? Dat je dat dan iemand vraagt. Goed, man. Heerlijk. Ja, en natuurlijk kan Harry Mens in dit programma eigenlijk niet meer ontbreken. Harry komt wekelijks een beetje voorbij. Gaat nu ook in zijn eigen programma al reageren op ons. Harry kondigt het eigenlijk al aan dat wij dit gaan doen. Dus dat moeten we natuurlijk ook wel. Is je nog wat opgevallen gisteren bij Harry? Nou, het blijft natuurlijk... De man kan niet interviewen. Maar dat is op zich niet erg. De vragen die hij stelde waren weer van een krankzinnig hoog niveau. Let maar op. Willem, ik heb een lijstje gemaakt voor degenen die naar huis zijn gegaan. Zitten er dan nog ploegen bij die je liever had willen houden? En Roemenië? Nee, of niet? Tsjechië? Nee, dat is... Oekraïne? Oostenrijk? We hebben vandaag wedstrijden. Om 3 uur begint Frankrijk-Ierland. Wat wordt dat? Het systeem is nou zo dat verliezen is eruit. Ja. En gelijk spelen moet je penalties maken. Dan gaan we om 6 uur Duitsland-Slowakije. Wat, Willem, zeg jij het eens? De derde wedstrijd, Harry, kom. Stel die eens aan mij die vraag. Hongarije-België. Om 9 uur vanavond. Willem, en dan krijgen we maandag. Wat eens even kijken. Ik heb maandag gehoord. Heb je Engeland. Italië, Spanje. Om 9 uur. Ja. Engeland-IJsland. 9 uur, man. Hij heeft gisteren alleen maar geroepen. Nou, dan hebben we België tegen... Hongarije. Wat wordt het? Dan hebben we morgen hebben we Italië, Spanje, wat denk je? Dan hebben we daarna IJsland tegen
Wat is het? Frankrijk? Nee? Ja. IJsland, Frankrijk? Nee, wat Engeland. Zal dat worden? Engeland, 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 wat ja. zal dat worden? Ja. Daar zit die snor, die zit onze beelden te pikken constant. Hoe doen we dat? Nou ja, dat is alleen maar een goed teken voor je, toch? Ja. Dat is een teken nog iets speciaals dat zij dat, willen, dat zij dat willen laten zien. Enig iets speciaals voor die snor? Huh? Zeg eens even wat tegen die snor. Dat is niet te geloven, hè? Die Harry mens moet van tafel hebben. En wat ik ook niet wist, maar jij wordt er boos om als ik erover begin, maar dat jij altijd nummer 10 had. Heb je er iets mee? Ja, je gaat aan mij vragen, heb jij nummer 10? Ik zit hier nu al zoveel jaar. Jij hebt nog niet, het besef. Je had ook kunnen zeggen, wat staat er op die ring? Er staat een grote 10. Ja. Het is niet te ver weg, dus je kan het lezen. Nou zie ik het pas zo. Nee, dat valt me erg veel tegen. Ja, maar dan aldoende leert. Als mensen nou vragen aan mij, wat is Harry voor een man, dan ga ik twijfelen. Ja, maar dan, dit is natuurlijk weer gewoon weer voer voor die snor, want die gaat er weer over beginnen natuurlijk. Dus er komt straks een cameraploeg en die wil ons even spreken. En... Nee, die wil jou spreken. Nee, ze willen jou ook spreken. Nee, want ik heb tegen die gasten gezegd, ik wil er niks mee te maken hebben. Nou ja, maar zijn die jongens helemaal voor Jan Klaas hier gekomen. Nee, die komen voor jou toch? Nee, voor jou. Het is jouw programma, dus... Nee, maar ze komen voor jou. Nee, voor jou. Maar wil je wel er even bij blijven zitten als ik met ze praat? Dat moet je zelf weten. Nou, jij moet dan niet weglopen, dat ik... Want ik krijg nee, maar dat... ik zeg niks dus. Jij zegt niks. Ik heb geen boodschap eraan. Nou, dus dat zal ik dan maar tegen die snor zeggen, hij zegt niks? Nee. Nou, je mag zeggen wat je wil, dat... Nee, oké, we gaan zo even kijken. Ja, dit is zo slecht, dit. Ja. Die Harry. Ja, die Harry, man. Hij gaat wel door, Harry. Hij is de, met afstand de slechtste interviewer in Europa. Maar het is zo heerlijk, weet je. Dan krijg je dit zo, het eind van het programma. Anderhalf uur bezig. Oké, Marijke, jij wilde nog wat zeggen? Ja, ik wilde zeggen, dat was ik vergeten. Ik heb tegenwoordig ook warme voeten. Lekker toch? Dat je dat gewoon nog even op het eind meldt. Dat je tegenwoordig warme voeten hebt. Dat is toch heerlijk, man? Daar kan ik zo van genieten, jongen. Dat gaat ergens over. Nee, dat is leuk. Problemen in Parijs? Nee, ik heb warme voeten. Ik heb warme voeten. Oké, Willem, bedankt, hè. Graag gedaan, Harry. Ik vond het heel fijn dat je er was. He? Ik ook, Harry. Rakker. Bedankt. We gaan brunchen. Je moet natuurlijk elke ochtend naar het ziekenhuis in Hoofddorp. Hebben ze een speciale ingang voor je gemaakt? Nee, waarom? Nou ja, al het publiek en zo. Dat slaat nergens op. Nee? Maar je zei dat je daar... Ja, je moet toch door een deur heen, waar de anderen ook doorheen gaan. Ja, nou. Nee, maar hoe gaat dat in de praktijk? Dan ga je gewoon zitten en dan heb je zo'n kaart. Die je onder de scan, dan weten ze dat je er bent. Nee, maar even serieus. Zijn er überhaupt trainers waarvan jij zegt, die zouden ze moeten hebben? Nee. Ik heb het niet zo op trainers. Maar ik ben aan het denken over waarom is nou al zoveel jaar gaan wij alleen maar bergafwaarts in plaats van dat wij beter worden. Heb je het over het Nederlandse voetbal? Ja. En dat komt alleen door de trainers. Nee, het komt niet alleen door de trainers, ook door het systeem. Kijk, nou zeg ik dat komt door de trainers, daar heb ik over nagedacht. Nee. En dan zeg jij meteen... Ik denk dat het komt door dat typetje zoals Raiola die gewoon... Nee, natuurlijk niet. Jawel, dan hebben ze een speler die het een beetje doet en dan woep, weer weg. En dan sta je weer op slopers hoog, dan moet je opnieuw beginnen. Nee. Dus nee, jij zit net zo te kletsen als die andere mensen allemaal. Maar daardoor krijg je nooit een hecht team. Ik bedoel, tegen dat die jongens een beetje kunnen voetballen gaan ze. Ja, maar jij gaat ook weer zo raar zitten. Jij zit nu te praten als een trainer. Kennen we geen hecht team? Nou ja, dan zou ik toch nog trainer kunnen worden. Nou, dat is het enige dan. Ja. Maar of wij daar nou gelukkig mee moeten zijn, dat betwijfel ik. Ja. Dus jij zegt Utrecht wint en dan wint Feyenoord? Dan wint Feyenoord. Ja. Dat is wel even denken, maar... Ik hoop dat die snor het nog kan volgen. Wie? Die snor. Welke snor? Nou, je weet wat die zo aardig tegen ons doet altijd. Dat andere programma. Ja, daar ga je toch niet drukker maken, of wel? Nou, soms wel. Als die te persoonlijk wordt, die andere die erbij zit. Weet je, met die bril op, die dikke? Ja, ik kijk bijna nooit. Je kijkt niet. Nee. Dit is... Die smaad. Ja, dit is smaad. Nee. Even serieus. Ja. Ja. Maar kijk, dat hij het tegen mij doet. Maar ik heb ook een gezin en kinderen. Ja, ik ook. Nee, maar kom op. Hè, die moeten morgen ook weer naar hun ja, werk. Ja, wel. Nee, nee. Dit pak ik heel hoog op. Nee, maar gewoon jurist op dak sturen. Ja. Wie denkt die mensen wel dat hij is dan? Ja, zeker. Ik ben zijn grootste fan. Kijk maar naar de kijkcijfers. De herhaling van mens staat altijd 1. Dat ben ik. Kijk, die kijkt er echt 1. Ja.
ben ik. Die dikke met die bril. Ik snap die dikke met die bril, dat kan toch niet? Nee. Maar, kan je het niet zeggen? Ik vind het mooie van mensen altijd... dat die heeft altijd gasten. Ja. Niet omdat die interessant zijn, maar die moeten 10 ruggen betalen... om even een verkooppraatje te kunnen houden. Hij is wel slim. Toevallig zat ik vanochtend te kijken... dat er naar de herhaling van Harry Mens... Ja. hebben meer mensen gekeken als naar Rondo. Nou, dan zou ik stoppen. De herhaling van Harry Mens. Dan kijk gewoon niet meer. Nee, maar Harry is goed. Harry is beter dan jij denkt, hoor. Nee. Jawel, Harry kan meer. Harry kan niet veel. Jawel, die zegt zelf dat hij eigenlijk de topinterviewer is. Harry kan niet veel, maar dat is op zich niet erg. Het is het enige programma waar mensen zo langzaam maar dat checkje ondertekenen als ze weggaan... Ja. gewoon mogen lullen waar ze zin in hebben. Alles mag. Harry laat alles toe. Ja. Gisteren zat er weer een vermogensbeheerder... Ja. en die heeft 10 minuten uitgelegd aan Harry... ja, Harry snapte op een gegeven moment best wel... dat Shell is afhankelijk van de prijs van de olie. Ja. Maar... dat wist Harry aan het begin van het gesprek dus nog niet. Dus als de prijs van de olie daalt... Dat is niet goed. Dan daalt ook hun winst. Het had het Gredemannetje kunnen zijn. Snap zo, jij hoor. Dat? Ja. Dus, nou, dat was goed, man. En ik heb er één kleine vraag uitgehaald. Zomaar omdat ik hem leuk vond. Ja. Ik hem leuk vond. Harry. Komt. En hoe maak je het klaar? Ik snijd deze zo meteen uit. De filetjes. En die bak ik zo meteen lekker aan. Hoe bak je die aan? In de pan. Het niveau. Nee. Nou, laten we dan een toast brengen op Annie de Reuver, Willem. Vind je niet? Op Annie de Reuver. Okay. Staat er onder... Maar ze leeft nog steeds. Nee. Het is vorig jaar januari overleden, helaas. Okay, sorry. Maar dit gaat de hele uitzending zo, hè? Ja, dat is heerlijk. Heeft Harry Mens je ook al een keer gevraagd om aan te schuiven, eigenlijk? Of... Nee, maar ik had wel in de gaten dat de wereld draait door. Hij heeft het ook ontdekt, hè? Harry Mens. Ja, is dat zo? Bij de tv-rijder, ja. Ja, ik moet goed gaan kijken om er nog grapjes uit te halen. Ze pikken alles nu? Ze pikken alles. Zou niet makkelijk worden meer. Maar als hij zou bellen, wat zou je dan zeggen? Ja, Harry. Natuurlijk ga ik bij een maniopaard zitten. Dan betaal je ervoor ook, of niet? Ik hem? Ja, dat hoort toch als je daar zit. Dat wil ik best wel. Dan moet je toch betalen, nee, of niet? Dat wil ik best wel. Ik kan toch ons programma proberen op de kaart te zetten? Ja. Ja, gewoon even wat kijkers bereiken. Ja, natuurlijk. Zou geen kwaad kunnen doen. Kijkers afpikken. Ja. Ik wil niet moeilijk doen, maar hij zit er volgens mij gewoon. Het lijkt er ontzettend veel op, die gozer. Dat is hij is het. Is het wel, ja? Is het er wel? Wietse van de Snaken. Wietse, ja. Van de Berensoeven. Ja, dat van de Berensoeven. Wietse Snaken, ja. Harry Mens, dat is jouw podium nu, toch? Ja, al heel lang. En elke week eigenlijk, hè, met de Wijn van de Week. Ja, Harry ziet het trouwens niet, want die ligt gewoon aan het slapen. Maar, ja. Dus, die heeft een paar wijntjes op en die is gaan liggen natuurlijk, ja. Maar hij moet morgen een beetje fit zijn, dus dan drinkt hij volgens mij niet. Maar ja, dat zegt hij. Nou, dat zegt... Morgen gaat hij weer los. Morgen, dan ben je er ook weer bij. Ja, morgen ben ik weer van en heb de je weer, heb je weer een paar wijntjes bij je ook? Nee, maar jullie nemen het zaterdags op. Ja, het wordt zaterdags live op. Oh, en dan zondag zend je het uit. Ja, en dan herhalen nog een keertje voor mensen die... Ja, voor mij. Ja, jullie herhalen het speciaal voor mij. Ik ben de enige die kijkt. Ja. Enige die kijkt. Goeie, maar het leuke is, ze smaken hem over het algemeen wel, hè, die wijntjes. Laten we even kijken. Ik zou zeggen, proef maar. Alles is moderner. De druiven worden 's nachts geoogst. Lekker vis. Ja. Dit komt uit Zuid-Frankrijk, Languedoc. En we proeven nu de Merlot. Waarom? Zacht. Zacht, hè? Ja. Maar dit is zo'n wijn, zeg maar, waar je mee de zomer dokken. Mooi wijn. Ja, krul in smaak en met een lange afdronk. Wat vind je ervan? Ik vind het heerlijk. Wat vind je dit? Ja, heerlijk. Ja? Maar die heeft over het algemeen topkwaliteit, hè? Nou, proef maar, sorry. Lekker. Ja, lekker. Maar weet je wat nou zo leuk is? Dat vind ik zo leuk, weet je wel. Kijk, jij betaalt daar om in de show te komen. Dat is op zich als dat allemaal niet erg. En dan mag jij je beste wijntjes mag je neerzetten. Dus je wijn van de week doe je dan. Dan is het natuurlijk dat totaal uitgesloten dat die proeft en zegt... Het is hem niet. Nee. Dat kan natuurlijk niet. Nou, laat zei hij ook een keertje van, nou, dat weet ik, binnetje van de rood. Ik zei, Harry, doe het je best maar eventjes. Dus ja, dat doet hij dan ook. Ja. Dat vindt hij lekker natuurlijk. Ja. Nee, kijk, RTL heeft gewoon ingegrepen bij Harry in het programma. Weet je wel, want Harry lult maar net weg, weet je wel. Dus die letten niet op tijd en zo. Want we hebben RTL nu natuurlijk gezegd, joh, we zetten een klok neer... en kijk nou dat ongeveer zo'n gesprek mag ongeveer 10 minuten tot 12 minuten duren. Maak het niet te lang. Maak het niet te lang, maar ja, dan moet je natuurlijk niet heel de tijd gaan zitten zeggen dat er een klok staat. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, dat doet hij, hè? Ja, dat doet hij. Let maar op.
Zit je om de hoek te kijken? Nee, ik zit mee. Nee, ik zit om de hoek te kijken. Ik zal het je maar vertellen. We hebben nog 2 minuten. En ik zit naar die speculatie te loeren. Want we moeten ook over die speculatie. Nee, maar dan kan je ook jij weer boos. Ja, maar jij kan ook tegen mij zeggen. Ga er eens naar achteren dan. Nee, maar ik heb het net al. We hebben nu nog 1,47. Dus ga even door. Wat is jouw binding nou met die speculatie? Ik heb omdat ik het lekker vind. Ik heb met Jaan de Graaf gewerkt. En ik zit nou te kijken, want ik ga nou weer even kijken. We zijn al een minuut over tijd. Nou, sorry, neem me niet kwalijk. Ja. Het is toch goed dat dit... Het is echt top tv. Het is waanzinnig. Ja, maar op een of andere manier is het wel een goed duo. Het is waanzinnig. Ja. Willem van Hanegem, Harry, komt hij mee of niet? Of is het soms lastig voor Harry om de deskundigheid helemaal... Nee. Nee? Nee, die Willem vindt hem lief. En die Harry, die markeert niet veel aan die man. Ik zag hem gisteren zingen. Ja, lieve man. Ja. Lieve man. Niks. Maar er ging iets over rode en gele kaarten. Ging er iets mis, toch? Begrepen? Ja, alles ging mis weer. Ja. Ja, alles ging mis. Ja, bij Harry gaat altijd alles mis. Maar ik vind het nog het leukst als er dan weer zo'n vent is... die dan een wijntje meegenomen hebt en daarvoor betaalt. En dat Harry dit maakt. Lekker zacht. Dat vind ik zo goed. Heeft hij gewoon zijn 10 ruggen voor? Ja, die heeft 10 ruggen voor betaald om daar te zitten met dat wijntje. Nee, nou, die hebben we niet. Maar laten we even naar de kaarten kijken van Harry en Willem. Wat was er nou met een speler die kreeg een 3e rode kaart... en dat wat hij zelf voor aangewend om een wedstrijd over te slaan of zo? Hoe was dat nou? Nee, je hebt geel. Ja, dat weet ik. En rood. Ja. Nee, wat je zegt, een 3e rode kaart. Nee, die 3e geel gezien. En dan rood. Ja, maar dat is wel een groot verschil, Harry. Ik versprak me even, Willem. Oké, sorry. Nou, dat gebeurt je nooit, dus ik neem het je ook niet kwalijk. Nee. Nee. Dus dames en heren, het was 3 keer geel en dan rood. Nee, het was 2 keer... En dan rood. Ja. Jongens, zomaar besluiten met lang zal ze leven dan voor die Willem. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hippie wiep, hey! Hippie wiep, hey! Hippie wiep, hey! Nou, Willem... Alleen daarom... Je zult hoe vaak zou die Harry op een dag horen als hij iets zegt ergens... Heeft u gedronken? Ja. Want het is net alsof hij lam is, terwijl hij misschien alleen koffie opneemt. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar het is toch wat als je 10 ruggen moet betalen om daar aan te schuiven... dat je nog een bevel van Harry moet gaan zitten zingen. Ja, ja, dat is wel een als spontaniteit. Dit weekend waren er 2 mannen op leeftijd, Theo Hiddema en Harry Mens. Ja. Heb je het gezien of niet? Heb ik gezien. En het is natuurlijk wel zo dat die Harry Mens echt een jaar lang... dat Forum voor Democratie gepromoot heeft in het alleen maar in het programma. Dan was die de Baudet, dan Hiddema, dan Baudet, dan Hiddema. En ze werden geen strobreed in de weg gelegd. Hè? Ja. Die Baudet die mocht gewoon 10 minuten raaskallen. Harry zei niet één keer... Ja, maar nee, hij mocht gewoon blijven gaan. En dan nu dat ze dan de grootste partij zijn... gaan ze natuurlijk praatjes krijgen. Ja, nogal. Dat vond Harry niet leuk. Nee, maar vond ik leuk dat die Harry er wel zo tegen ging. Nee, ja, maar die was pissed off. Ja, dat had gelijk ook. Theo, ik had even een voorgesprekje met je. Je zegt, je moet volgende week mee in de kamer naar me luisteren. Maar ik wil toch weten, dat falende systeem... Hè? Ja, nou, daar kan ik weinig van zeggen... Maar is het niet zo dat je hebt aan de ene kant de crimineel in de slag, in de dader... Wat zit je nou weer over die andere Faber? We hadden afgesproken dat je dat niet zou doen. Ja, maar ik wil mijn kruid droog houden in de Tweede Kamer. Dus zit jij me hier uit te melken. Zoek een ander onderwerp. Jij begint heen met Willem van Hanegem een complotje gesmeed tegen mij of zo. Ja, nou ja, anders ben je echt niet in de toom te houden. Jij moet je echt in de greep houden. Waar hou je nou je onderwerp? En wat ga je er nou tegen doen? Begin je nou weer? Ik ga je dat niet vertellen. Ja, dus dat wordt... Maar ik daag me niet uit, anders loop ik nog weg ook. Ik heb al last van die hond en die schamele ondervraging van jou. Die hangt me ook te kelen. Begin nou eens aan wat je lees. Wat me opvalt na de overwinning van jou, dat je arroganter tegen me gaat doen. En voorheen likten jullie ons. Wat wil je likken? Nou? Ja. Met groot smolken tegenzin ben ik aan deze tafel verschenen. Ja, door de jaren heen. Door de jaren en dan heen. Heb je geholpen en dan ben je klaar. Je bent hier gedomme, je lijkt me zo'n beroepspoliticus. Jij trekt me naar binnen en dan krijg ik dit te horen. Bedankt, hè? Mm-hmm. Niet zo narrig doen, hè? Hm? Niet zo narrig doen. Nee, die hond maakt me een krik. Die hond. Oh, je geeft de schuld aan die hond. Die ruikt dat ik een kat heb. Nee, maar... Hij had wel gelijk, die Harry, hoor. Hij had 100% gelijk, want ze hebben alle ruimte gekregen, hè, als enige partij. Ja. Want hij hebt nog een keer Buma, hebt hij nog een keer gehad en zo. Maar voor de rest, die kregen alle ruimte om hun verhaal te doen. En inderdaad, dan hebben ze wat stemmen en dan gaan ze... Ja, maar tuurlijk, ik begrijp het wel. En Harry vindt ook dat hij wat wisselgeld terug moet krijgen. Maar als je
of camera afspreekt dat onderwerp bespreken we niet, dan moet je niet erop terugkomen. Want omdat er een debat in de Kamer is over dat precies, onderwerp. Precies, hij wilde dat omzeilen, want hij wilde nog niet dat vertellen. Dus ik begrijp wel dat Hiddema daar een beetje boos over was. Kijk, als jij zegt dat ik niet van die badjassen mag vertellen, dan doe ik dat niet. Nee. Of dat je niet over mijn buikloop zou beginnen, dan doe je dat niet natuurlijk. Nee, dat nee maar dat vind ik iets nationaals hebben. Ja, vind je dat nationaal? Ja, ik wou het ook niet buikloop, maar ik vind diarree beter woord. Ja, vind je dat fijner? Ja, dat doe je goed. Diarree, dan zie ik zo'n onderbroek met van die remsporen voor me. Nou, en iedereen leeft met je mee, Johan. Ook bijvoorbeeld Harry Mens. Nou, ik stel voor dat we dat pakketje maar naar Johan Derksen laten bezorgen. Want die man die is van de trap gevallen en die heeft wel wat ondersteuning nodig. Hoewel, hij moet wat minder drinken, denk ik. Want hoe zou hij nou van die trap gevallen zijn, denk je? Johan drinkt volgens mij helemaal niet. Dat is het niet. Nee, misschien is hij even uit balans. Maar we wensen in ieder geval maar beterschap. Ja, laten we eens even een applausje doen voor Johan Derksen, jongens. De beterschap voor Johan. Ben je blij mee, Johan, hè? Ja, nee, dan voel je me een stuk beter, hè? Ja, hij is toch lief van Harry? Ja, heel lief van hem. Al die aangeklede apen die 10.000 euro betalen om daar te mogen zitten, die gaan zitten klappen. Ja. Hé, hey, even, jij bent een gelukkig mens. Harry Mens weer begonnen. Ja, fijn. Man, ja, goed. Heerlijk. Ja. Ja, dat is puur ontspanning, jongen. Lekker. Het lekkere ook verandert niks, hè? Nee. Het mannetje van de wijn zit er weer. En de gozer van de goeie wijn ook, of niet? Nekvrijscholen. Ja? Ja, dat is echt heerlijk, man. Heerlijk, ja. Goed wijntje. Ja. En Willem was er. Lief goed weer, hè? Ja, dat liep als een trein. Ja. Busquet, die ken jij wel, geloof ik, hè? Wie? Busquet. Nee, Busquet niet. Wie is dat? Ken jij die niet? Nee. Ja, maar je, maar luister nou. Wie is Busquets? Ik denk dan? We beginnen heel goed en jij kent niet Busquets, wat een van de beste middenvelders is van de wereld, die dacht, op zijn positie Busquets, speelt. Ik dacht dat het een cookie was of zo. Daniel Maan, ik had nog nooit van die man gehoord. Jij wel? Ja, je kent al. Ja, Busquets ken ik niet en die Maan kende ik ook niet. Nou ja, tegenwoordig op televisie die politieke verslaggevers. Ja, wie was dat? Ja, hoe heet je weer? Oost of West? West, hoe heet die nou weer? Wester, zie je wel. Ja. Oh, Fris Wester. Ja, ja. Fris. Nee, ja, maar als die jongen wil drinken, dan drinkt hij toch? Ze noemen hem nou Fris Wester. Dat kan ons dat dan schelen. Ja. Willem, mag ik even? Wat dat Baudet-verhaal, dat zit jij ook een beetje dwars of niet? Zit mij niks dwars. Nee? Nee. Maar weet je wat zo leuk is? Hij wilde dat grapje van die Fris Wester maken. Maar die gaat er helemaal niet doorheen, hè? Nee. Vier keer zegt hij dat, hè? Ja, maar niemand die enige. Dus, nou, en dan ben ik altijd blij, weet je wel, dat ik dan met een whiskytje op, zeg ik heel eerlijk, als ik uit de sauna kom. En dan, meestal als je dan 3 whiskytjes opneemt, zie je alles dubbel. Mm. Dat je dan toch nog een moment hebt van de avond. Ja? Harry Mens. Toch wel. Harry Mens. Ja. Dat je denkt, hè, ja. Dat gaat nergens over. Maar het is zo heerlijk, weet je, dan krijg je dit zo, het eind van het programma. 1,5 uur bezig. Oké, okay, Marijke, jij wilde nog wat zeggen? Ja, ik wilde zeggen, dat was ik vergeten. Ik heb tegenwoordig ook warme voeten. Lekker toch? Dat je dat gewoon nog even op het eind meldt. Dat je tegenwoordig warme voeten hebt. Dat is toch heerlijk, man? Daar kan ik zo van genieten, jongen. Ja. Dat gaat nergens over. Nee, maar dat is leuk. Problemen in Parijs? Nee, ik heb warme voeten. Ik heb warme voeten. Harry, ik meld heen. Ik heb een stijve lul, hoor. Dat je het weet. Nee, dat is krankzinnig. Ja. Krankzinnig, maar wel leuk. Ja. Stop televisie. Ja. Ja. Hoe oud zou die zijn, die Marijke Helwegen? Die is 107. Ze heeft dat neusje van Michael Jackson. Ja. Ja, die heeft ze geleend, ja. Ja. Waarom zat ze er eigenlijk dan, weet je dat? Ja, er was iets met een soort systeem en daar kreeg ze warme voeten van, zei ze. Geen idee, ze. Teltje water, denk ik. Ik hoor voor de redactie, je zat vocht in huis. Je zat vocht in huis, ja. Er ging in de neus zitten ook, zei je. Ja. Maar waarom is dat mensen altijd op tv? Wat doet hij dan? Nee, ik weet het niet. Ja. Omdat ze verbouwd is. Dat weet niemand wat ze is het uithangbord van de plastische chirurgie. Ze is heel aardig trouwens, hoor. Ja, heel aardig. Nee, dat klopt. Ze is een hele vriendelijke vrouw. Ja. Enorm fan van het programma ook. Alleen ja, zij kijkt altijd. Ze kijkt altijd, inderdaad. Ja. Ze mist niks. Ja. Dus ze zit nu ook te genieten van jullie grap allemaal. Dat vindt ze fijn. Hey, en joh. Dan maken we geen grapjes over. Maar we hebben. Het was leuk, man. Ze is net zo dus. We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Harry Mens, nog 1 keer, toch? Tuurlijk, lekker, man. Heerlijk. 1 keer nog. Heerlijk. Want? Ja. Altijd goed. Altijd goed dit weekend altijd ook weer? Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is. Om naar te kijken. Vind ik echt.
De wijn, jullie hebben ook een hele mooie wijnkaart. Dat klopt, zeker. Ik heb vandaag een Italiaan meegenomen. Dus Visa de wijn dus? Ja, ja, ja. Oh ja, in Noordwijk, je kan niet weten. Wie weet. Dat is een grote fles. Ik ben jongen, ja. Hoeveel liter is dit? Anderhalf. Anderhalf? Ja. Daar doe je een half uur over dus, een beetje. Ja, ongeveer. Gaia, dus is dat niet van Kwast? Klopt, ja, ja. Vast wijnkopers inderdaad. Hofleverancier, net als bij Kopper. Een hele, hele mooie wijn. Lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè, die Harry. Ja, ja natuurlijk. Hele mooie wijn. Heel leuke man. Goeie grootste ook. Lekker zoet. Harry zit weer te kijken nu, hè. Die kijkt altijd. Nee, wie is nee, wat jullie ook zeggen, hij heeft tegen mij gezegd... Hij neemt het op, want hij gaat om 8:30 slapen altijd. Nee, hij kijkt op. Nee, hij gaat om 8:30 naar bed. Nee, hij neemt niet op. Hij kijkt tegenwoordig in zijn pyjama. Echt, hij kijkt, zit nu te kijken in zijn pyjama. Ja, Harry? Echt, rustig, Harry kijkt nu. Ik vind het ook... Hoe meer jullie hem beledigen... Hij heeft waarschijnlijk een pyjama met allemaal vakantiehuisjes erop. Gisteren was je vriend er nog. Mijn vriend? Hoe heet hij van Forum? Oh. En, heeft hij zich gedragen? Ja. Ja, prima. Trouwens, Harry Mens, zou dat nog een redding kunnen zijn voor Late Night? Om die dan een beetje... Harry Mens? Ja? Ja, Harry was gisteren. Heb ik hem weer zitten kijken. En? Ja, genieten. Was je goed? Ja, genieten. Echt, dat is echt voor mij is dat het ultieme Ria Valk zat er. Ria Valk? Ja, ja bosjes die, op mijn bosjes, die? Ja, die wist het ook niet helemaal meer. Nee? Ja, die is ook al... 80? Ja, geweest al, denk ik. Ja, 90. Dus dat was ook een heel matig gesprek. Ja. Toen op een gegeven moment, toen zegt die Ria... Ja? Want ik denk, wat zit die Ria nou te doen? En die Ria zat er al 10 minuten. Dat gaat niet goed. Nee. En dus die Harry zegt, is er iets, Ria? Ze zegt, ja, ik ben doof van dit oor. Dat is natuurlijk ook niet handig. Dus die Ria die lulde maar een beetje uit de nek. Ja, die riep maar wat. Ja. Harry vroeg wat en dan lulde zij uit de nek. Want ze had van die hele vraag maar één woord verstaan. Bosjes. En dat was heel leuk. Want dan denk ik, dan kan je toch beter, weet ik veel, dat je even zo gaat. Ja. Of dat je het zegt van tevoren. Ja, of je gaat aan de andere kant zitten. Of ja, maar bij wijze van. Maar die hebben 10 minuten met elkaar zitten praten. Zonder. En elkaar niet begrepen. Nee. Allebei niet. Het is wel leuk met die ontwikkeling van die kijkcijfers. Opeens is Harry ook een kijkcijferkanon natuurlijk. Ja, die is natuurlijk. Ik wil niet moeilijk doen, maar... Hij zit er volgens mij gewoon. Het lijkt er ontzettend veel op die gozer. Dat is hij het. Is het. Is het wel, ja? Is het er wel? Wietse van de Snaken. Wietse, ja. Van de Berensoeven. Ja, dat van de Berensoeven. Wietse Snaken, ja. Ja. Je bent het echt of niet, Wietse? Ja, ik ben het zeker echt. Hij hoort er precies tussen dat toneelgezelschap. Harry Mens, dat is jouw podium nu, toch? Ja, al heel lang. Elke week eigenlijk, met de rij van de week. Ja, Harry ziet het trouwens niet, want die ligt gewoon aan het slapen. Maar, ja. Die heeft een paar wijntjes op en die is gaan liggen natuurlijk. Ja. Maar hij moet morgen een beetje fit zijn, dus dan drinkt hij volgens mij niet. Maar dat zegt hij. Nou, dat zegt morgen gaat hij weer los. Morgen, dan ben je er ook weer bij. Ja, morgen ben ik weer van de partij. Heb je weer een paar wijntjes bij je ook? Nee, maar jullie nemen het zaterdags op. Ja, het wordt zaterdags live op. Oh, en dan zondag zend je het uit. Ja, en dan herhalen nog een keertje voor mensen die... Ja, voor mij. Ja, jullie herhalen het speciaal voor mij. Ik ben de enige die kijkt. Ja, ja, ja. De enige die kijkt. Maar weet je wie ik ook zo goed vind? Die moet je ook vaker aan het woord laten. Die Ragasman. Ja, wat is die man van de schoonmaak. Wat is die blij met zichzelf? Die is echt zo blij. Ah, die is zo blij met zichzelf, die Ragasman. Ja, heel goed. Maar het leuke is, ze smaken hem over het algemeen wel, hè, die wijntjes. Laten we even kijken. Ik zou zeggen, proef maar. Alles is moderner. De druiven worden 's nachts geoogst. Lekker fris. Ja. Dit komt uit Zuid-Frankrijk, Languedoc. En we proeven nu de Merlot. Waarom? Zacht. Zacht, hè? Ja. Ja. Maar dit is zo'n wijn, zeg maar, waar je mee de zomer dokken. Mooie wijn. Ja, krul in smaak en met een lange afdronk. Wat vind je ervan? Ik vind het heerlijk. Wat vind je dit? Ja, heerlijk. Ja? Ja. Maar die heeft over het algemeen topkwaliteit, hè? Nou, proef maar, sorry. Lekker, lekker. Ja, lekker. Maar weet je wat nou zo leuk is? Dat vind ik zo leuk, weet je wel. Kijk, jij betaalt daar om in de show te komen. Dat is op zich als dat allemaal niet erg. En dan mag jij je beste wijntjes mag je neerzetten. Dus je wijn van de week doe je dan. Dan is het natuurlijk totaal uitgesloten dat die proeft en zegt...
Het is hem niet. Het is hem niet. Dat kan natuurlijk niet. Laat zei hij ook een keertje van, nou, dat weet ik niet, binnetje van de rood. Ik zei, nou, Harry, doe het je best maar eventjes. Dus ja, dat doet hij dan ook. Ja. Dat vindt hij lekker natuurlijk. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik zie er wat achter je staan op dit moment. Ja, ik heb wat lekkers bij me. Ja? Ja? Nou ja, ik zou zeggen René. Ben ik klaar voor? Ja, natuurlijk. René. Ja. Je mag ook zo zeggen, zo. Zo, lekker man. Dat mag ook nog natuurlijk, ja. Mag ik op het kunstgras? Ja, ja. Tuurlijk. Ja, het is net gemaaid. Geen probleem. Ja, top, ja. Laat je echt gemaaid gras proeven. Ja, ja, ja. Vers, hè? Ja. Lekker, man. Begin alvast met te ruiken, net zoals Harry. Ja. Zo. Dit komt uit Oostenrijk, een beetje met die tijd van het jaar, hè? Ja, ja. Wil je ook? Ja, graag. Zo. Beetje walsen, een beetje lucht erbij. Ja, ja. Ja, dit komt van Huber. Alte Setsen. Ja. Ja, ja. Weet wat het kost, want de tijd is bijna om bij Harry. Nee, hoe duur is die? Ja, twee keer de helft. Maar dit doe ik niet in business class, dit doe ik alleen maar in first class. Oké, okay, dit is een echte wijn. Dit is echt top, ja. Het komt uit Oostenrijk, dit is 2017. Dit kan nog even liggen, maar is nu op dronk. Maar je mag gewoon uitspugen. Als jij het niet lekker vindt, jij... Heerlijk. Okay. Ja. Heerlijk. Wat vind jij ervan? Lekker, man. Lekker. Ja. Lekker, man. Lekker. Weet jij nog met die Gerard Joling hier? Ja, ja, ja. Die zat 20 minuten met Jan te praten. Die had een fles witte wijn op. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Die had gezet de turbo erop. Ja, dat kan dan in het glas niet verdampen, hoor, bij Gerard. Lekker, hoor, heet dit. Ja, nou. Heerlijk, man. Lekker proeven. Nou, ja, tuurlijk. Even. Weet je wie ik ook zo goed vind? Van Rijscholen. Van die, hoe heet die? Van die Rijscholen. Jan van Katsburg. Next Rijscholen, ja. Ja, 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 ja. Die kan over Rijscholen praten 10 minuten... dat je denkt, ik ga er gelijk in beginnen. Ja. Ik zie het. Rijschool, dat is het beste wat er is volgens ze. Maar dames en heren, geef even applaus. Wietse ja, ja. Snaak. Lekker hoor, dat wijntje. Graag gedaan. Ja, ja. Maar voor alle mensen hier hebben we natuurlijk gewoon lekker Bavaria biertje. Zo regelen we het ook wel weer. Is goed, hè? Hij is echt goed. Hij is echt lekker. Wil jij, oh, jij drinkt niet, Johan, hè? Nee. Wil jij nog wat proberen, Jan? Nee, dank u wel. Lekker, hoor. Oh, jij drinkt ook niet. Nou, dan zijn we de enige twee. René, dan natuurlijk het hoogtepunt van dit weekend. Harry Mens, hoe was het? De terugkeer van Harry. Hij was goed, hij was goed. En ja? Hij gaf even aan dat wij al zijn beelden mochten gebruiken. Want er was RTL had er niks over te zeggen. Dat was hij zelf. En daarna ging het grote oude voet verder. Ja? Domme vragen. Oh, ja. En even, weet je, je zit te kijken. Het is heerlijke televisie, gewoon s'nachts, vind ik. Ja. Echt heerlijk. Giroud werd ook besproken, begreep ik. Giroud werd besproken, nou, dat was het moment. Ja, nou, laten we even gaan kijken wat er allemaal gebeurde bij Als je wereldkampioen wordt en je hebt een voorhoede speler die in de spits staat en die scoort niet. En toch ben je wereldkampioen. Nou ja, als hij goede voorzetjes geeft. Maar hij is spits, Harry. Ja, hij is geen buitenspeler. Heerlijk is dat, hè? Dat er gewoon een man zit die ook gewoon helemaal nergens wat vanaf weet, ja. Weet je wel. Heerlijk, man. Die zou zo dit programma kunnen presenteren. Zou die van die huizen in vakantieparken wel verstand hebben? Nee, tuurlijk niet. Nee, het is kostelijke televisie. Ja. En dan nog even naar het buitenland. Nee, maar ik kwam hem in Huis de Duin tegen een paar weken geleden. Hij zegt, wil jij vooral aan René en Johan... en jou telde die niet mee, maar vooral aan René en Johan zeggen... dat ik ontzettend blij met ze ben en ontzettend trots met alle reclame die ze maken. Ja. Dus hij is helemaal blij. Goed, joh. En hij kijkt, hij zit nu te kijken. Hij doet geen vlieg kwaad. Hij kijkt altijd in zijn pyjama en dan gaat hij daarna gelijk slapen. Met welke vrouw? Want dat weet je bij Harry nooit. Dat wist hij zelf ook niet meer. Nee. Jullie zijn natuurlijk zwaar belast, maar jullie worden ook goed betaald, hebben we gehoord bij Harry Mens. Dat klopt toch? Tonnen en tonnen. Laat even luisteren. Blom zat bij Harry Mens. Kom eens even door. Nou. Ja, ik moet je opletten. Ja. Als scheidsrechter, wat verdien je daar? Nou ja, wij verdienen ongeveer 2-3 ton per jaar. Ja. Ja, Blom misschien wel, maar dan moet ik toch wel gaan onderhandelen. Dan moet ik je meenemen, want dat heb ik niet. Dat heb ik echt niet? Nee, joh. Hoe kan Blom dat dan verdienen? Nee, maar je moet het clipje even iets lang laten lopen... en dan zie je dat ook wat ontkracht. Want, Oh, was een geintje. Was een geintje. Oh, was maar die geintje. Kevin Blom die wordt wel blij, toch, van zichzelf? Die is heel tevreden over zichzelf. Nee, even serieus, Bas. Heb je hem bij Fortuna ook gezien? Fortuna tegen... Feyenoord. Ja, dat hij moest staken, ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat was Kevin Blom show, nee, maar ik dacht, in die gang gaat hij bekendmaken dat de president van Amerika afgezet is. Maar hij ging staken. Maar dat was van Kevin Blom dus een geintje. Maar was het van Harry Mens ook een geintje? Over, die kok had er geen zin in trouwens. En die kok had hij al zoiets. Die kok was heel verlegen. Die gaf hele goede antwoorden. En die kok dacht, ik wil helemaal niet met Harry praten. Maar Harry ging toch een gesprek maar met hem. Maar die kok betaalt daar wel voor. Nou, Ramin is de kok, hè? Ja. Je was verlegen. Ik mocht niet te veel aan je vragen. Maar we gaan gewoon kletsen, hoor. Dag. Met hoeveel mensen werk je in de keuken? 5 mensen. 5. En jij bent de baas? Ja. En dan heb je nog 2 Marokkaantjes erbij, begrijp ik? Ja. Nog Hollanders ook? Ja.
Dat kan toch niet? Nee, ja. Dat kan toch maar, niet? Hij zegt het alsof het twee hondjes zijn. Ja, dat kan. Ja, en dan te weten, Johan, dat hij het er nog makkelijk uit had kunnen knippen natuurlijk. Ja, hij had het zaterdag opgenomen. En dat hij een buitenechtelijke relatie gehad heeft met een Mexicaan of met een Marokkaanse vrouw. Ja, daarom ligt hij ook slecht goed bij de Marokkaanse gemeenschap, omdat hij de gemeenschap mee gehad heeft. Maar hij vindt het allemaal een beetje overdreven dat het allemaal ja, zo maar aan. Buitenechtelijke gemeenschap wordt niet op prijs gesteld. Nee, dat is waar. Door Marokkaantjes. Nee, maar hij vindt het allemaal overdreven, de storm een glas water. Nee, maar het is denigrerend. Het is misschien niet zo bedoeld. Hij op zijn manier wilde die aardig zijn tegen een meneer die een beetje verledig is, onwennig op tv. Ja. En dan vloept hij dat eruit. Dat is hij ook al 14 jaar, onwennig op tv. Ja, nee, het wordt nooit een man die... Er is eigenlijk maar één opvolger natuurlijk. Dat is logisch. De man heeft zichzelf vorige week al aangediend. Dat kan jij dus ook, zeg je? Dat kan ik ook, hoor. Ja, kan je dat zo goed als hij het kan? Want hij is een van de beste. Nee, dat kan ik net zo goed. Ja. Dus Harry... Ja, Harry kan geweld worden. Maar was Harry daar een beetje dronken? Nee. Het was ochtends om 10 uur was het opgenomen. Hebben we het opgenomen. Harry was gewoon heel serieus. En is het daarna nog 2 keer op teruggekomen. Hij zegt, zet mij er neer. Ik doe het zonder autocue, zegt hij. Ik lul het zo dicht. Maar niet zo vlug als Matthijs. Nou ja, hij zei, als ik even op vorm ben, gewoon goede gasten neerzetten. Maar ik heb Harry nog nooit op vorm gezien. Hoe is hij dan? Dat moet je aan Harry zelf vragen. Maar Harry zegt, het komt omdat ik gesponsorde items heb. Dan kan ik niet kritisch zijn. Maar als ik dat niet voor de sponsors hoef te doen, dan ga ik los, zegt hij. Ben ik filijnscherp? Dan moet Harry eens overwegen om een journalistiek programma te maken. Nou, Harry in plaats dat iedere gast 10 ruggen neer moet leggen. Nou, Harry verdient ook meer dan Matthijs van Nieuwkerk, vertelde hij erbij. Dus ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Nee, dat hij daar Harry zorgt heel goed voor Harry. Ja. Maar dat doet hij toch slim? Die constructie heeft hij heel goed bedacht. Hij heeft natuurlijk als we dan een beetje naar ons kijken, heeft hij ook wel de tijd meegehad. Hij heeft er wel rustig in kunnen komen. Ja, het eerste jaar liep het toch niet zo... Liep het ook van kanten natuurlijk. Hè? Nee. Kijk, en als je in deze tijd zou zitten, zou er zomaar 1,5 jaar kunnen zeggen, we trekken de stekker eruit, hè? Ja. En anderhalf jaar na 3 maanden. Nee, maar... Ja. Nee, hij er wel niet na een maand niet meer ziet. Ja. Maar ik bedoel, hij heeft wel dat rustig, zeg maar, een gezicht kunnen geven. Ja. Daar heeft hij heel de tijd voor gehad. Ja. Maar hij vist ook in een vijver waar mensen zitten die heel veel geld hebben. En die ijdel zijn. Oh, je hebt nu al waar die mensen. Maar jij bedoelt eigenlijk toch... Matthijs. Matthijs bedoelt. Jij bedoelt Matthijs. Die heeft lang de tijd mogen hebben om dat programma... Ja, maar het ging natuurlijk al vrij snel wel aardig. Maar het eerste jaar niet zo, hoor. Dat kostte echt meer dan een jaar voordat het echt op gang kwam. En daarna is het pas gaan draaien. En bij Harry draait het altijd. Ik bedoel, daar hoef je niet over te twijfelen. Dat draait gewoon goed. Ja. Heb je alweer gekeken? Ik kijk altijd die ik lig al over de grond te rollen als de Raggersfamilie die weer zit. Dat is een schoonmaakbedrijf, de Raggersfamilie. De Raggersfamilie? Die maken niet alleen schoon. Nee. Maar als je bij Raggers gaat werken, moet je ook bij de familie. Je moet dan ook, zeg maar, zorgen dat die familie... Dat je een onderdeel wordt. Dus dat je een onderdeel van de familie, de Raggersfamilie, wordt. Ja. En dat mens zit altijd te lullen, jongen. En dan lig ik helemaal in de teken. Wat lul je nou, joh? Iemand die gaat schoonmaken. Die wil helemaal niet bij die Raggersfamilie horen, man. Die denkt gewoon, ik maak schoon en ik krijg een salaris. Dat is niet zo moeilijk, zeg. Ja, goed, man. Heel goed. En wat zegt Harry dan? Ja, die laat die mensen gewoon lullen totdat ze er geen zin meer in hebben. En dan stappen ze op. Nee, Harry is niet van... Harry kan net zo goed gaan pissen. Als ze er geld over gemaakt hebben, dan mogen ze even uitrazen. Pissen, dat maakt geen reet uit. Nee, maar die mensen uit de financiële wereld... die zitten dan altijd met een zuiverzijde das en helemaal in het pak. En die mogen dan vertellen waar ze mee bezig zijn... of welke prachtige huizen ze ergens op een golfcourse aan het bouwen zijn. Ja. En daar betalen ze dan gewoon grof geld voor. En Harry die zit maar te knikken en die stelt 2 dollar... Om een vraagje, je denkt, nou, hup, de volgende 10 ruggen, ga je gang. Nee, maar die, er zit dus een gozer van inderdaad wat jij zegt, van zo'n beleggingsclubje. En dan is de vraag van Harry, de Amerikaanse beurs. En dan gaat die man beginnen. Die gaat dan beginnen over de Amerikaanse beurs. En dan is die man bijna klaar na 1:05. Dan zegt Harry, China. En dan gaat die man weer beginnen. Weet je wel, het is wel waar, dit. Loopt lekker.
Nee, we zouden hem toch eens een kans moeten geven. Ik weet niet of jullie nog naar business class hebben gekeken van Harry Mens. Die had Marion Koopmans weer uitgenodigd. Hoe de hel is Marion Koopmans? Ja, maar is dat... Is oh, Liesbeth van Dijk, of niet? Ja, Lisbeth, oh, ja, ja. Wie is Marion Koopmans? Nee, dat is weer iemand anders. Ja, maar, had die ook dat niet is een bioloog. Maar we hebben het hier over Liesbeth van Dijk. En wie is Liesbeth van Dijk? Ja, dat medium, ja. Het is niet zijn zus. Dat denk jij, hè? Ja, ik denk dat het Harry zijn zus is. Ja. Maar waar hebben jullie het over? Nou, Liesbeth was onlangs ook de gast bij Harry. Spiritueel medium, is een spiritueel ziener. Is het. En die ziet gewoon veel in de toekomst gebeuren eigenlijk, Liesbeth. Hoe lang kunnen die jongens dat nog volhouden bij Veronica Insight zonder dat er voetbal is? Ja, maar dat V is toch een soort roddelprogramma? Kijk je dat heeft toch niets met voetbal te maken? Ik heb altijd het gevoel dat ze alleen maar een soort shownieuws... alleen maar iedereen zitten af te kraken. Overigens, de jongens van VI... Maar ik vind ze ook wel heel erg leuk. Er zit één Rotterdammer bij, hè? Ik ben natuurlijk ook een Rotterdammer. Die René van der Gijp. Die gaat toch trouwen? Ja. Heb ik dat goed gelezen? Ja, maar een vrij jonge je vrouw. Je moet eens weten... Als zou hij nog kinderen krijgen? Nou, als ik naar hem zit te kijken... Hij is een hele stoere jongen. Harry, ik voorspel je... dat hij gaat helemaal onder de duim bij die vrouw. Deze vrouw heeft hem helemaal in de hand. Hij gaat nog kinderen krijgen, dat eist zij. Dat eist zij. En hoe heet die... Maar gaat Johan Derksen dan Peetoom worden of zo? Nou, ik denk dat de tweede naam van... Want ze krijgen een zoon, dat de tweede naam Johan wordt. Ja. Ja, ja. Ja. Maar als dit soort mensen de ruimte krijgen op tv... dan kunnen wij tot onze dood doorgaan. Ja, absoluut. Ja. Maar dit is bij Harry, hè. Dit is gewoon op de zondagochtend, hè, natuurlijk. Dus net iets anders dan dat je primetime natuurlijk de wereld uitlegt... hoe het in elkaar zit met voetballen. Ja. Maar ik had nog nooit van dat mens gehoord. Maar dat is wel één keer vermakelijk. Ja. Maar verdient ze daar ook geld mee met dit soort onzin? Nou ja, ze zitten niet zo. Maar of ze moeten misschien wel voor betalen, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar... Normaal gesproken. Ja, Harry die houdt niet van betalen, hè? Die houdt meer van ontvangen. Ja, zo is het. Over Harry's gesproken, je hebt een andere Harry gezien, begrijp ik, dit weekend. Nou ja, sowieso. Ik sluit altijd mijn zondag af met de herhaling van Harry Mens. Ja. Eerst saunaatje, dan kijk ik nog een beetje naar de rondootjes, studio voetbal. Ja. Beetje rondo, beetje match of the day. En dan op het eind is het Harry Mens. En het leuke ervan is, dat het is... Echt gewoon altijd hetzelfde. Net zoals bij ons eigenlijk. Ja. Ja. Daar zat ik vanmiddag aan te denken. Het is altijd exact hetzelfde. Ja. Dat maakt het vertrouwd. Ja, dat vinden de mensen fijn. Dat maakt het ook lekker. Absoluut. Weet je, de Raggers-familie, of daar zit die Martine Hafkamp er. Of die Martine Hafkamp is dan de beste uitgeroepen... tot de beste belegster van Nederland. Dat moet Harry dan ook iedere keer zeggen. Daar krijgt zij een nat poesje van als Harry dat iedere keer zegt. Dus dan, en heb je die man van die rijscholen. Het is altijd hetzelfde. De Wijnen, niet te vergeten, de man van de Wijnen. En Wietse Snaak. En altijd Wietse Snaak. Goedemorgen, Wietse. Goedemorgen, Harry. En dan gaan ze beginnen. Wat is de wijn van de week? Nou, dan zet hij Wietse neer. Nou, en dan eindigt het ook altijd zo. Altijd. Echt altijd. Je hebt echt de primeur, Harry, om deze primeur 2020 te drinken. En Tony Eijk zegt, dan mag je een wens doen. Lekker wijntje. Lekker wijntje. Ja, zegt hij echt altijd. Dat is echt goed. Dat vind ik heel goed. Dat is wel de succesformule. Hè? Herkenning en herhaling. Ja. Daar houden de mensen van. Nou, dan zijn wij wel een succesformule. Ja, daarom doen we het al 20 jaar. Hè? Ja. Maak jij even een grap over de Champions League zometeen en over Chelsea. Dus het kan allemaal gewoon. Maar ik vind het zo gek, die wijnkenner is een aardige kerel. Maar die zit dan in Mede bij Veendam ergens, hè? Ja. Rijdt hij dat hele stuk? Ja. Met wijn op? Nee, nee, want hij zit natuurlijk... dat programma wordt zaterdagochtend opgenomen, hè? Zaterdagmiddag, toch? Zaterdagmiddag. Of ochtend, ja? Voor mij ochtend, ja. En dan zitten ze zo vroeg aan de wijn. Ja, dan zitten ze al zo vroeg aan de wijn. Dan zal hij wel blijven slapen. Denk het wel. Oh, okay. We gaan eruit met niemand minder dan onze eigen Harry Mens. Tot ziens. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.